you need them. You're stuck in the middle. Ruud, weet jij dat jij je op dit moment mag meten met spelers als Lionel Messi en Zlatan Ibrahimovic? Ja, ik heb het gehoord inderdaad. Ik sta volgens mij bovenaan qua moyenne aantal goals. Wel gezegd geworden natuurlijk dat die gasten natuurlijk veel meer wedstrijden of veel meer minuten hebben gemaakt. Maar nee, het is grappig en het is leuk, maar meer. Soms als ik mezelf terug zie op tv, denk ik wel eens van, Ruud, wat ben je allemaal aan het doen? Weer een kans voor hem. En nu een doelpunt ook. Knap gedaan. Zijn eerste voor VVV. Mooi doelpunt. Hoekschop komt bij Boymans en dan is het wel raak. Dat is goed. Is de voorzet ook goed? Die is goed. En daar is het. Ja! Hij flikt het weer. Ruud Boymans, ja, en dit is de bevrijding. Dat kan haast niet anders. Hoewel het gewaagd is, met nog een half uur op de klok. Weert, die lange spits, die kopsterke spits. Ruud Boymans, die het doet. Het gaat door het midden. Boymans krijgt er zijn voet tegen en maakt 2-1. Op weg naar de eerste uitzegen van het seizoen. Weer een goede voorzet. Boymans, daar is het doelpunt. Boymans zet VVV, verdient dat voorsprong. Ja, wil ik al het hele verhaal afmaken. Maar is dat dan toch eindelijk de treffer van Boymans, waar hij al de hele wedstrijd op haast. Dood. Aardige bal en wat een mooie goal is dit van Ruud Boymans op het moment dat Utrecht eigenlijk moet scoren. Via Danso doet Boymans dat voor VVV. Wellicht een mogelijkheid voor VVV als het goed uitspelt. Boymans krijgt zijn kans en scoort. Vorm is gezien en dan staat VVV met 2-1 voor. Buis, Tjula, daar is hij, Boymans scoort voor VVV. En natuurlijk scoort Boymans voor VVV, want als VVV een doelpunt maakt, dan is hij daar meestal verantwoordelijk voor. En achter de bal, de topscorer, Boymans. Ja, het staat 0-1. Leemans. Heeft Vruls te pakken en Boymans helemaal. En Boymans kan zijn achtste van het seizoen maken. Maar wat belangrijker is, Vitesse terughelpt in de wedstrijd. VVV terughelpt in de wedstrijd en dat doet hij.
zit Rome dan wel aan. Het is 1-2. Boymans. Boymans. VVV doet iets terug. Met links. De bal laat links draaien. Raakt door Dost. En de omhaal is prachtig. Van de man die zijn shirt uit doet. Daar geel voor ontvangt. Maar nu op 10 treffers staat. December 2010. Boymans scoort bijzonder fraai. Maher. Maher. Bal bij de tweede paal. Dat is dan nog gedaan. Boymans. AZ bekert door. Paulsen. En daar Boymans. Die bal wordt nog van richting veranderd. En de gelijkmaker is daar. Kasia. Van der Velde. Dat kan omdat Kasia op het verkeerde been stond. Boymans met de beslissing. Boymans tussen de benen door bij Veldhuizen. Zet met zijn eerste optreden voor NEC de Nijmegenaren voorbij Vitesse. Voor Boymans. Boymans, prachtig. Prachtig afgemaakt. Prachtige wedstrijd. En al deze glunderende gezegden zeggen eigenlijk alles. Krijgt dat wel genomen. En is dit geen buitenspel? Nee, dit is geen buitenspel. Ja, dan moet het gescoord worden door Boymans. Van der Velde. Boymans 1-0 voor NEC. Geen buitenspel. Thank you.
De 19-jarige Peterson, Christopher Peterson, gaat eraf. En daar komt Boymans, 25 inmiddels. Heel wat clubs al op zijn naam. En hier wordt een nieuwe aan toegevoegd in de Eredivisie. Daar is Boymans in het shirt van Utrecht. Luis van der Velde tegen een aanval van Utrecht met Oor. Dat is een goede bal op Boymans. Boymans kan het in zijn eerste wedstrijd al doen. En hij doet het ook. Dat is een mooie goal van Utrecht. Het is een verdiend doelpunt. En hij staat 5 minuten in het veld. Boymans een open te scoren voor zijn nieuwe werkgever. Robin weer. Ja, prima spelletje is dat. Goede paas op Boymans. En daar is de 2-0. Scheppenbal voor Boymans en nu dan wel raak. Goeie voorzet. Boymans voor zijn man en een magnifieke goal. Een schitterende goal. Jans. Goeie paas. Ruben. Boymans zegt ik wil hem nu hebben. Ik sta nu vrij. En daar is Boymans met zijn goal. Weer Ruud Boymans. Boymans kan het hier afmaken en doet dat. Jan Boymans zorgt voor 1-0. Dat zou gezien de verhoudingen ook wel terecht zijn. En dat doet hij. Al ligt Nienhuis in de goede hoek. Hij ligt daar vergeefs, want Boymans schiet hard en onberispelijk binnen zijn 7e van het seizoen. Boymans wil hem graag in de voeten hebben. Ayoub heeft andere plannen. Van der Maarel is helemaal vrij. En dan is hier de 1-0 voor Utrecht. Mooi uitgespeeld. Door de ploeg van Alphen. Ruben, kappen en draaien in het 16 meter gebied. Probeert hij de bal mee te geven aan Duplan. En wat een gegogel. En dan is het 3-1. Wat een gegogel achterin bij NAC Breda. Opnieuw een ongemeen felle start van Heracles. Nu in de tweede helft. Leidt opnieuw tot een goal. Mark-Jan Flideris maakt er 1-2 van. Boymans. Geen overtreding te Wierik. Ayoub. Weer ligt Boymans. Die in de rust zich warm hield. Zich soepel hield. Last had van zijn zij. En dit is de enkel. Hij moet opgeven. Vanwege fysiek ongemak. En met de tranen in zijn ogen gaat hij er vanaf. Weghorst, vrije doortocht, nu met links. 3-1. Op het moment dat de goal gaat, weet je gewoon, de wedstrijd is weer gelopen. En je laat het weer niet zien thuis. En ook naar de trainer toe, naar de technische staf toe, we willen zo graag voor hun ook overtuigend winnen thuis. En dan doet het gewoon pijn dat dat niet gebeurt. En ja, dan in combinatie met die enkel, dat je niet kan spelen, dat je niet op het veld staat. Plus dat je weet dat er 3 punten weer verloren zijn, kwamen die emoties vrij. Aller, kan hij uithalen? Nou, dat kan hij! Het is 0-2. In de 41ste minuut. Dit is een mogelijkheid voor de thuisclub. Het wordt 3-2 via Nasser Barazit. Bestuur gaat de goede kant op. Ik heb geen pijn meer. Of in ieder geval niet met de pijn die ik had. Natuurlijk, dit is wel nog af en toe gevoelig. Maar het gaat de goede kant op. Ik train, zoals ik net zei, volledig mee en het plezier is terug. Boymans voor Ramselaar. Volgende voorzet. Oh, daar is de gelijkmaker van Boymans. Nou, dan is de ellende compleet. En Boymans liep 9 op 9 en loopt nu 10 op 10. Vrije trap met Ayoub. Ayoub, Boymans, 1-0 voor Utrecht.
Barazit. En nu de kans voor Boymans. Dat moet een doelpunt zijn en het is ook een doelpunt. 1-3. Zo doet FC Utrecht toch nog wat terug. Van der Velde verslikt zich even in de bal. En dan is Boymans weg. Ah, Boymans mist de controle. Krijgt hij een herkansing? Ja, en dan maakt hij hem ook! Van der Marel. Dit is een hele goede paas op Ramselaar. En die komt er niet langs. Boymans raakt hem verkeerd. Maar daarna goed. En dus is het Boymans weer. Die Utrecht op voorsprong zet. Jans, koppen richting Boymans doelpunt. Ja, dan is het 2-0 en is het afgelopen. Mag je toch verwachten, met een kwartier te gaan? Ramselaar. Achterin Lijon. Komt er nog aan ook. Lijon terug naar Boymans. En het is een volgende treffer. Ja, zo gaat het dus wel heel makkelijk en is het echt definitief. Balletje Jansen, Ramselaar terug, Jansen. En terug Ramselaar, als hij daar wat mee kan. Samen met Boymans dan wellicht en dan van dichtbij. De kans en dan alsnog Boymans met de treffer. Het is niet een plaatje van een goal, maar het is wel een goal. Barazit. Boymans. En hij komt er binnen. Invallen Boymans. Trekt zijn shirt uit. De gele kaart neemt hij voor lief. De frustratie was enorm groot bij Boymans dat hij niet mocht starten vandaag. Maar als invaller maakt hij toch het verschil.